Yes, hier ben ik met een aankondiging, wat geen 1 april grap is, maar wat wel vanaf 1 april in het zal gaan. Dus ik wacht heel even dat een paar mensen online komen met mijn aankondiging. En ik vertel alvast eventjes nu Facebook de melding aan het geven is. Ik heb zojuist een webcast gegeven met een clearing over teleurstellingen. En relaties. En de call was fenomenaal. Zoveel inzichten over hoe je relaties kan creëren. En mocht je dat niet gezien hebben, gemist hebben, kijk even op de tijdlijn. Dan kan je de replay bekijken. En die staat er online. Dus hoe cool is dat? Yes, dit is geen 1 april grap. Lieve mensen, ik ga stoppen met het schrijven van de dagelijkse boodschappen. En ik ga je ook uitleggen waarom. En ik ben, ik denk 3 jaar geleden alweer begonnen. Ik zag het op Instagram voorbij komen. Ik voelde me geïnspireerd en ik ben dus dagelijkse boodschappen gaan schrijven. En ik channel die boodschappen vaak vooraf. Dus de boodschappen schrijf ik vaak 1 of 2 weken vooruit. En ik merkte dat er allerlei veranderingen in mijn business plaatsvinden. Ik ben dus begonnen met een webcast. Ik ga elke week een gratis call geven. Dat ga ik dus ook webcast noemen. Die webcasts zijn gratis. Gratis clearing, gratis tools. En super tof. Daar heb ik ruimte voor nodig. Dat is een stuk wat ik nu in mezelf wil meesteren. Ik heb de Ascensie-boodschappen zijn weer terug op woensdag. En deze boodschappen wil ik meer aandacht geven. Maar op een gegeven moment, vorig jaar schreef ik zoveel boodschappen. Ik had en de frequentie, en de Ascensie, en de dagelijkse boodschappen. En toen voelde ik, oké, ik mag hier aan gaan schuiven. Ik mag hier anders in gaan kiezen. En het voelt best een beetje spannend. Want misschien heb je al wel gemerkt dat ik iemand ben die heel lang dezelfde format kan aanbieden. Het is niet zo dat ik, laat ik even zeggen, wat ik voel dat ik wil doen. Ik wil mijn eigen design, mijn eigen blauwdruk, wie ik in werkelijkheid ben, wil ik meer de ruimte geven. En ik wil meer de ruimte geven aan de intuïtieve hit die ik voel op de dag. Alleen is het zo in mij, ik ben deel, ben er een kluizenaar. En voor de kluizenaar in mij was het heel fijn om ook dagelijks dit te doen. Maar ik merk dat ik er minder plezier uit hou. Dat ik interactie mis, dat ik energie mis. En dat ik dus een deel mis wat ik nu eigenlijk met jullie wil gaan delen. En dat is veel meer vanuit intuïtie, veel meer vanuit respons, veel meer vanuit... Ik krijg 's nachts heel vaak boodschappen. Ik krijg 's ochtends heel vaak boodschappen. En eigenlijk wil ik aan die boodschappen de ruimte geven. Want dat is wat op dat moment door mij heen komt. En wat door mij heen komt met de mensen die resoneren, zal dat ook resoneren. Dus er zal een iets ander format komen. Er zal een andere naam komen. En om meer vanuit intuïtie te gaan werken. En dat komt feitelijk veel meer overeen met mijn design, wie ik ben. Ik heb de consistente energie en ook de commitment om dingen voor een lange periode neer te zetten. Maar op een gegeven moment wordt het te statisch en wordt het te vast. En ik voel dat ik eigenlijk mijn design, wie ik ben, een eer wil geven. En ik deel dit zo uitgebreid met jullie, omdat ik weet dat er ook mensen zijn die ook een business hebben, die ook... keuzes maken. Die misschien geen keuzes durven maken. En ik kan je zeggen, eigenlijk voelt het echt super spannend dat ik dit ga doen. Maar we weten allemaal, wanneer we iets afsluiten, kan er alleen maar een nieuwe deur open gaan. En voor degene die net de afgelopen paar minuten zijn binnengekomen, ik ga stoppen met de dagelijkse boodschappen. Om ze in deze vorm en deze format te geven. En ik wil ze dus puur op respons, op intuïtie gaan delen. Wat leuk is voor degene, en ik weet niet of jullie het allemaal gezien hebben, ik deel vrij veel ook in de verhalenfuncties. De verhalenfuncties op Instagram, de verhalenfuncties op... daar zal ik ook veel dingen gaan delen.
daar deel ik meer dingen. Maar niet iedereen ziet dat. Niet iedereen weet dat. Dus ik ben zelf ook nog even aan het zoeken van hoe ga ik dit doen. Je hebt het me al een paar keer horen zeggen. Voor mijn eigen persoonlijke proces ben ik ook al een paar jaar bezig met human design. En van het human design ben ik hier om te reageren op het leven. Ik ben hier om te reageren. En als ik dan iets voel in mij ontsteken, als een soort van... zondag gebeurde dat. Zondag was ik buiten en ik keek zo naar boven in de zon. En ik zag zonnestralen, ik zag lichtstralen die ik nog niet eerder gezien had. En toen heb ik daar dus een post over gemaakt. Dat soort dingen wil ik meer gaan doen. Echt inspelen op het moment. Wat speelt er in mijn leven? Wat speelt er bij andere mensen? En dat voelt goed. Vanuit intuïtie. Het kan ook wel eens zijn dat het er dan even niet is. En dat is spannend. Dat is spannend. Maar ik functioneer het beste. Een deel van mijn systeem functioneert het beste als dingen gewoon naar mij toe kunnen komen. Dus dat, het is geen 1 april grap. Je zal dus bepaalde posts niet meer gaan zien. Daar komen nieuwe posts voor in de plaats. En ik heb er alle vertrouwen in dat het ook weer naar mij toe komt in de vorm. Zoals het mag ontstaan. Want dat vind ik heel grappig, want ik ben hier al een paar dagen mee bezig. En elke keer komt het woord inspiratie terug. Ik was bezig van oké, hoe ga ik mijn webcast dan noemen? Ga ik die een vaste naam geven? En toen kwam inspiratie weer terug. En toen moest ik mezelf herinneren aan het begin van de Heldere Bron. Toen was ik dus begonnen. Ik ben de Heldere Bron begonnen met het delen van Maya-energie. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan. Toen ben ik er op een gegeven moment ook mee gestopt. Ik had mezelf aangeleerd van oké, 5 posts per dag. Maar zo heb ik wel geleerd om bepaalde capaciteiten en van mezelf en talenten om die te activeren. En nu merk ik juist dat ik uit het vaste format mag en dat ik eigenlijk terug mag naar de natuurlijke flow. Dat ik terug mag naar intuïtie, dat ik terug mag naar wie ik werkelijk ben. En dus ook mezelf de ruimte geven dat als een dag. Als een dag. Zie je al, komt goed, Kael, ja. Dat als er een dag niet iets is, dat het ook oké is, oké? En dat is wel echt even een dingetje. Ik deel dat gewoon. Dat is echt wel even een dingetje. Soms is het een hele zoektocht. Een hele zoektocht. Wat wil ik delen? Waar word ik zelf blij van? Hoe ga ik mijn informatie delen? En ik voel al een hele tijd, hier ben ik al 1,5 jaar mee bezig, achter de schermen, dat ik op een andere manier mezelf wil presenteren. Want we weten allemaal hoe het werkt. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Zit jij misschien ook in dit soort hervormingen? Weet jij ook dat jij bepaalde hervormingen mag kiezen? En vind je het misschien net zo spannend als ik? In het begin ben ik dus begonnen. Dan deelde ik dus plaatjes. En dan deed ik een stempel erop zetten. En dan stond er ook letterlijk het woord inspiratie. En dat woord inspiratie is doorgegeven door spirit. Inspiratie, en dat is dus precies wat ik met jullie wil delen. Doorgegeven door spirit. Doorgegeven door mijn spirit. Doorgegeven door mijn ziel. In connectie met het grotere. En dat is anders als dat ik het vooraf plan, als dat ik het vooraf schrijf, als dat ik het vooraf dirigeer. Dus, dat. Ik heb er overigens wel heel veel zin in. Ik vind het heel leuk. En ik merk ook dat ik er weer heel veel van leer. Je leert jezelf weer opnieuw kennen. Want laten we nou eerlijk zijn, meesterschap, hè? Leer je door te doen. Ik heb, als het gaat over boodschappen schrijven, ik denk duizenden inmiddels. In die 2012 ben ik begonnen met het maken van Facebook. Duizenden. Duizenden berichten heb ik geschreven. Dat is bizar toch, als je daarover nadenkt. Duizenden. En toch mag er vernieuwing en toch mag het anders. Anders op, want ik ben zelf ook niet meer dezelfde als 9 jaar geleden toen ik met mijn business begon. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe dit mag ontstaan. En 2012. Volg je me al zo lang niet, Mario?
Eind 2012 ben ik begonnen. Holy cannoli. Kun je je voorstellen? Mm-hmm. En dat is wel iets. Ik wist dat ik mocht werken aan zichtbaarheid. Ik wist wat er intuïtief voor nodig was om zichtbaar te zijn. Dus kijk wel eens naar mijn pagina en vraag je af van, hey, hoe heb je dat gedaan? Ik kan je zeggen, ik heb een jaar lang duurde het voordat ik mijn eerste 1000 likes had op Facebook. Dat waren echt 1000. Oh, wat tof dat je er al zo lang bent. Echt super tof. Dat waren bijna 1000 jaar van mijn leven. En ik heb daar zoveel van geleerd. En ik was toen zo... Het was ook bijna verslavend. En ik raakte bijna in paniek als ik een dag geen post had gemaakt. En ja, als je de chatberichten afleidt, dan kan je het van links en naar rechts doen. Je kan naar links en naar rechts. Kijk, dit is ook zoiets. Dan ga ik gewoon zitten en dit ontstaat in dit moment. Gewoon intuïtief. Dat is toch leuk? Dit vind ik het allerleukste. Dit is het allerleukste wat er is. Op een gegeven moment ging ik op vakantie. Had ik mijn 5 posts had ik voor een hele week vooruit gepland. Ik had me helemaal uit de naad gewerkt. Ik ging naar Italië, dat weet ik nog. En ik had trouwens... Ik had er met mijn man afgesproken om mijn mobiel niet zoveel te gebruiken. Dit was 2013, by the way. En toen kwam ik terug van vakantie. En toen zag ik dat ik helemaal niet zo veel page views had. En niet zoveel likes. En toen was ik eigenlijk teleurgesteld. En ik was aan de ene kant teleurgesteld. Wat ik net heb gekleurd in de webcast van deze week. Maar tegelijkertijd... Was ik me eigenlijk ook bewust? Was ik me bewust dat ook Femke moet vakantie nemen? En ook Femke hoeft een dag niet te posten. En toen dacht ik ook van, ja, weet je, wat heeft het me opgeleverd om zoveel van tevoren te doen? Ja, niks dus. Dus je mag ook daarin je eigen ritme volgen, in je eigen natuur volgen. En de kluizenaar in mij, die is af en toe even weg. Dan is die er niet. En ik heb de afgelopen jaren in alle transformaties heb ik echt wel meerdere van die periodes gehad. Dat ik moeite had om op Facebook te komen. Om zoiets als dit als een intuïtieve live te geven. Als ik online ging, dan boep, al die energie die kwam binnen. Ik vond het echt zo overweldigend. Terwijl ik wel een hele diepe behoefte en verlangen heb om te delen. Hè? Om verbinding te hebben. Want dat is het grappige. Vanuit human design gezien ben ik een triple split. En een triple split heeft andere energieën nodig. En dat is de grootste contradictie in mij. Ik krijg superveel energie en inspiratie van connecties. Terwijl er ook momenten zijn dat ik eigenlijk als het ware me even terug moet trekken, me af moet sluiten om weer bij mezelf te komen, mijn eigen wijsheid te komen. En dat is dus een flow. En dat is een flow. En aan de andere kant, op die momenten in de jaren dat ik het zo moeilijk vond om te doen wat ik zo graag wilde. En in de jaren dat ik er daarvoor wel heel veel energie van kreeg en het gewoon deed, was zeg maar op dagelijkse basis iets aan blijven bieden. Op dagelijkse basis was echt een stok achter de deur om mijn frequentie hoog te houden, om me te connecten. Want het maken van boodschappen geeft ook heel veel dingen voor jezelf. En dat is iets, je frequentie hoog houden, creëer je door te doen. Door bezig te zijn, door toch gecommitted te zijn. Maar wat ik merkte was vaak, omdat een deel van mij het niet kon, was de lading op de boodschappen, die was er niet echt. En dat vind ik dan toch wel jammer, dat ik dat moest constateren. Dus, jongens, dankjewel voor iedereen die live aanwezig was. Wat heb jij uit deze video kunnen halen? Ben je ook iemand die boodschappen wil delen? Ben je ook iemand die boodschappen schrijft? Ben je ook iemand die spirituele gaven meer wil ontwikkelen? En dat deel je gewoon echt door te doen. En nu moet ik dus denken aan iets wat ik vanochtend las. Ik las dat ergens en het was eigenlijk een hele mooie reminder. En ik heb net die informatie ook al, die energie ook al gedeeld. Oh ja, dat was in een nieuwsbrief van iemand die ik volg. In de spiritualiteit is vaak het idee van als ik op mijn yogamat ga zitten en ik ga mediteren, dan komt het wel voor elkaar. Maar als lichtwerker... En aan andere lichtwerkers kan ik je zeggen,
Je creëert je leven door te doen, door actie te nemen, door keuzes te maken, door stappen te zetten. Dat is eigenlijk je grootste magic piece. Dat is hoe je leven echt in verandering komt. En ik had nooit, maar dan ook nooit, bijna 14.000 volgers. Jongens, 14.000 mensen op Facebook. Holy cannoli. Daar heb ik zoveel tijd in geïnvesteerd. En dat heb ik wel gedaan door te doen. Oké. Dus dat is ook zoiets. Doen, 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 doen. Spiritualiteit, daar zit ook gewoon een andere kant achter. Dus mocht je daar over gedacht hebben, wat doe ik fout? Je doet niks fout. Maar wat was je bereid om nog niet te doen? Wat mag je anders doen? En het creëert absoluut meer om op dagelijkse basis iets te doen. Al is het alleen al een stok achter de deur. Dus, ik gooi mijn touwen los. En ik ben benieuwd wat er door me heen mag komen. Ik deel het met jullie op verschillende plekken. Is misschien even wennen. En ja, dankjewel. Ik wens je een fijne dag. Bye bye.